Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 23 maart. De satellietfoto laat weinig bewolking zien, maar er zit wel degelijk veel bewolking. Het is een dunne bewolking waar we vandaag de hele dag mee te maken hebben en soms kan er ook een spatje regen vallen. Vanochtend is het zo'n 5 tot 6 graden en staat er een matige wind uit het noordwesten. Vanmiddag wordt het dan zo'n 8 tot 10 graden. Er zijn dan wat meer opklaringen, maar de bewolking blijft wel overheers. En zoals gezegd, er kan overal een spatje regen vallen. Vanavond meer opklaringen en met name in het noordoosten kan het dan wat afkoelen. De temperatuur daalt naar een graad of 4 en vannacht mogelijk in Groningen zelfs nog even temperaturen rond het vriespunt. Maar in de loop van de nacht neemt de bewolking vanuit het westen weer toe. Morgen opnieuw veel bewolking, soms even een gaatje in die bewolking, maar ook nog steeds af en toe wat lichte regen. De temperaturen liggen rond de 10 graden. Op Goede Vrijdag is er ook veel bewolking en zijn er perioden met regen. In de middag klaart het vanuit het westen wat op. En het weekeinde ziet er wisselvallig uit, hoewel de zaterdag best nog wel even aardig kan zijn. Met temperaturen tussen de 14 en 16 graden. Op Eerste Paasdag gaat het weer geruime tijd regenen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza.